ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik echt iets heel leuks doen, want ik ga namelijk op vakantie. En ik kan echt niet wachten en ik ga jullie lekker meenemen. Dus als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag zaterdag 29 april en het is nu 9 uur. Over ongeveer 3 kwartier word ik opgehaald en dan gaan we naar Schiphol. Want ik ga naar Aruba. Oh my god, ik kan gewoon echt niet wachten. Ik heb zoveel zin om lekker in de zon te liggen en gewoon lekker niks te doen en te genieten. Ik ben dus nu nog mijn laatste spullen aan het inpakken. Ik heb even een blauw joggingspak aan, want het is best wel een lange vlucht van 10 uur. Dus dan dacht ik, doe ik even gewoon wat lekkers aan. En ik heb daaronder gewoon een wit shirtje. Stel dat het heel heet is, dan kan ik die trui gewoon uitdoen. Dus dit is mijn outfit. Mijn laatste spullen moeten nog in mijn koffer. Het is allemaal een beetje, ja, last minute. Dus dat ga ik nu doen. Ik dacht ook, ik ga lekker geen make-up op doen, want ik heb toch mijn wimpers. En dan ga ik naar Aruba. Wij hebben lekker Starbucks gehaald. We waren binnen 1,5 uur er doorheen. Sneller toch? Ja, eigenlijk al sneller uurtje. Ja. Zin in? Oh. Ik ben heel oranje nu naast jou. Wij zijn geland. Yay! Het is echt zo warm. Maar we zijn denk ik een kwartier geleden uitgestapt en we staan nu al buiten met onze koffer. Dus dat is helemaal top. En we moeten nu nog heel eventjes wachten en ons ding zit heel dichtbij. Volgens mij 10 minuutjes. Ja, heel dichtbij. En het is nu, ik wil even toch mijn horloge kijken die ik niet om heb, 6 uur. Ja. Dus we gaan zo nog wel lekker avond eten. Even onze spullen daar neerleggen, even het huisje bekijken. Zin in! Het is heerlijk. Ik ben helemaal blij. Wij waren echt in 10 minuten bij het appartement. Want het zit echt naast de airport. En we zijn hier net gebracht. We hebben via Tubi een huisje. Wacht, ik zal het even laten zien. Want het is echt te cute. Kijk, auw. Kijk, dit is even ons uitzichtje. En dan kunnen we hier lekker zitten. Die mensen weten ook gelijk dat ik vlogger ben. Huppakee. Nou, en dan kom je hier binnen. Hebben we een klein woonkamertje. Kijk, het is niet super modern. Maar het is top. Ja, dan kunnen we ook hier ons opmaken. Lekker aan tafel zitten. Hele grote koelkast. Nee, ik ben er helemaal blij mee. Hier, koffie, thee. Een kast. We hebben alleen geen hangruimte voor je spullen. We hebben alleen lades. En we hebben een airco. Wat zit hier nog? Oh. Zo, en dan hebben we de badkamer. Heel schoon. Kijk, schat, hier dan. Heel schoon. Ja, het is gewoon wel een beetje simpel, maar wel gewoon top. Kijk hier. Maar mijn haar wordt altijd gelijk zo erg, ja, door die vochtigheid. Ja. Oké, we zijn dus nu in de kamer. We gaan nu even gewoon naar Oranjestad. Dan gaan we heel even snel wat eten, want het is natuurlijk ook al wat later. En dan gaan we gewoon even kijken wat er allemaal is. En even geld pinnen. En dan op tijd slapen. Dus we gaan ons nu eventjes omkleden. Maar het is wel echt warm. Oké, we staan nu voor het appartement. We hebben een taxi besteld, want we hebben morgen de auto. Maar kijk, het is echt in één keer helemaal donker. Van palmbomen word je gewoon helemaal beste ever. Nu ben ik echt lijkwit. Oké, we hebben net een taxi genomen. Even gewoon naar Oranjestad. En we zijn gewoon echt letterlijk bij het eerste gaan zitten. Want we hebben echt zoveel trek. En dan gaan we daarna lekker slapen. Dus we zitten nu hier zo. En een beetje op een pleintje. Wacht over. Kijk, en dan, ik denk dat daar muziek komt of zo. Heel leuk, met lampjes. En we gaan gewoon even lekker pizzaatje eten. Gewoon simpel. En dan lekker slapen. Die bedden zagen er ook gewoon prima uit. Ik doe ook alleen de onderkant van mijn hoofd.
Nou, wij zijn weer terug en wij gaan lekker slapen. Tot morgen. Zin in. Good morning. Het is vandaag zondag, onze eerste dag op Aruba. Ik ga dus van elke twee dagen een vlog maken. Dus van gisteren en vandaag komt dus bij elkaar. Gisteren was natuurlijk alleen de heenvlucht. Dus dat is iets minder leuk om te zien. Maar vandaag ga ik lekker voor jullie filmen. En ik kan echt niet wachten. Want nou, we zijn best wel vroeg wakker geworden. 6:30. Maar het valt nog mee. Want het is natuurlijk 6 uur vroeger hier. En ik heb gisteren een klein beetje het appartement laten zien. En we vinden het eigenlijk echt prima. Het is gewoon heel erg schoon. Dus dat is top. Ja, het is niet super modern of zo. Maar het is gewoon heel gezellig. Heel knus. En we hebben alvast eventjes ons omgekleed. En ik heb dit jurkje aan van Shein. En daaronder heb ik dan een Bayou de Label bikini. Zo. En ik heb mijn strandtas al een klein beetje ingepakt. Deze heb ik ook nieuw. Kijk hoe leuk. I love it. En we gaan nu gewoon eventjes wachten tot wat later is. Om 10 uur krijgen we de auto. Dan gaan we lekker even rondrijden. Gaan we naar het strand. Dus helemaal zin in. En we hebben gisteren nog even snel 2 banaantjes gekocht. Want om 10 uur krijgen we pas de auto. Dus als we trek krijgen kunnen we dat eten. Maar we gaan nu eerst even lekker gewoon even rustig lekker buiten zitten. Die camera beslaat soms gewoon helemaal omdat het zo heet is. Ja. Ja, ik ga mijn bril gewoon in de auto. Ja, ik vind het echt zo. Ik ga het even vertellen. Weet je, ik heb gisteren eens mijn tenen laten doen. Echt, ja, eergisteren, de dag voordat we weggingen. En nu is dus er al 1 nageltje vanaf. Ik vind het alleen heel vies om mijn voet in beeld te doen. Kijk, daar is al de lak vanaf. Dus jij snapt wel dat ik doodongelukkig ben. Dus we gaan straks even de witte nagellak halen. Zo, nu ziet het er wel heel anders uit, Aruba. Nee, die bril op. Maar mijn jurkje heb ik al gefilmd. Dat is wel chill aan. Oh, je ziet helemaal die palmbomen. Klaarmaken hoor. Ja, kijk, deze slippertjes zijn echt heel leuk. Ze hebben echt bij de Primark hele leuke slippertjes. Ik heb ook al mijn slippertjes mee. En dit jurkje, die is van Olivia en Kate. Ook heel cute. Het is nu, even kijken hoe laat. 9:05. Om 10 uur krijgen we de auto. En dan gaan we ook even ontbijten en eventjes alles halen. We hebben ons nu gewoon helemaal klaargemaakt. We gaan zo even een TikTokje opnemen van onze outfitjes. Oké, we hebben net de auto opgehaald en we gaan dus nu naar de supermarkt. Nou, we zijn er nu. En volgens mij is het gewoon Jumbo 2.0. Oké. Okay. Oh, ik denk dat we gewoon een warm. Ja. Misschien nog bij de ingang. We kunnen even kijken. Wij zijn net naar de supermarkt geweest. Het is dus een soort Jumbo. Het is zo duur, jongens. Ik heb nog nooit zo'n dure supermarkt gehad. Ja, hoe duur was die kwark? $15? $15, ja. Nou ja, het is niet anders. We gaan alleen ontbijtjes daar halen. En we hebben nu even koffie gehaald. En we gaan zo eerst even thuis de spullen dan terugleggen. En dan naar het strand. Ik kan niet wachten. Zal ik mijn croissantje al eten? Van die auto. Nou ja, boeien, je mag gewoon croissant eten. Ik denk wel dat ik hem eet al. Ja, ons gaat wordt helemaal kruim. Ja, nee, ik ga het nu wel doen. Zit ik er nu erbij? Mooi beeld, zo van de bovenkant omhoog. Ik hoop alleen nog even dat hij die auto wil gaan pakken. Ja, dat hoop ik ook. Mm. Prima croissant? Of niet? Niet zo lekker. Wat dan? Heel zacht. Niet zo ver. Niet zo crunchy. Wat ik bedoel, niet zo. Nee, ik prima. We hebben net de auto geparkeerd. Ik hoop niet dat die wind heel erg is. En we gaan dus nu even naar Eduardo's bij Palm Beach. Dus we gaan even kijken. We hebben echt geen idee. Eerste keer bij daglicht. Maar het ziet er in ieder geval heel erg mooi uit. En hier hebben we onze auto geparkeerd. Oké. We hebben net eventjes eten gehaald. Wacht, ik ga dit even onder mijn telefoon leggen. Zo. Nou. Kijk hoe mooi. Mijn aardbei is er net afgevallen. Ik ben heel benieuwd. Fleur, is mijn lievelingsfruit? Ja, oh. Nee, voel je. Maar ik heb juist dat soort dingen ook nooit. Dus daarom voel ik me zo klunzig. Ja. Ik snap het. Zo.
Oké, we krijgen even een goocheltrucje. We hebben er net al in gezien. Misschien kunnen we, als we hem op camera aan, kunnen we hem achterhalen. Ja, is goed. Geen probleem. So, oké, I'm gonna close my eyes and turn my face away. Pak een card, as you will. Oké, zal ik er eentje pakken? Oh, ja. Kan iedereen zien? Ja. Oké, je moet stop zeggen. Ja. Stop. Zet het terug. Ja. En kijk, gaat alles gewoon schudden. Ja. So, ik weet niet wat card je hebt gezien, maar ik ga het gewoon terug. In my scroll. So, yeah. Question, do you remember what you saw? Yes. Okay, look, what I'm going to show you is this. I'm going to put the book card here. Don't tell me what you saw, say yes or no. So, question, yes or no? No. No? Okay, place it right here. Yes or no? No. 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 Okay, so your card is not there. No. That betekent your card is here. Yeah. Okay. Cut this in my pocket. Yeah. And then I'm gonna show you one more time, okay? Yeah. So, yes or no? No. Okay, no problem. I'll place it back. Yes or no? No. Yes or no? No. Yes or no? No. So, it's not there? No. Okay, now place your finger on any card you like. One card. Okay, sorry. Yeah. Okay, perfect. Now, one more. This is the second card you choose, so I'm gonna remove two last, but you tell me your card is not there. Mm-hmm. You sure? Yes. Take a look. Huh? Oh, wow. Hè? Je zei je car was niet daar. Hè? Ik dacht deze kan ook niet, omdat het per ongeluk een joker was. Hè? Wow. So where this car came from? We're very impressed. And then I know I have to subscribe now. Yes. I hope it for you. Subscribe. So let me tell you this. Helemaal die palmboom op de achtergrond. Heel mooi view. Oké, wij hebben echt de hele dag op het strand gelegen. Het is inmiddels 4:30 of zo. Om 5:00 gaat hier dicht. Ik denk dat ik het verkeerd had gezegd, want we wilden eigenlijk naar Palm Beach. Maar het is wel bij Palm Beach, maar het heet. Hoe heet het nou? Heet het anders? Heet Palm Beach. Oh, is het wel Palm Beach? Ja. Maar we zochten Eduardo's, maar je hebt dus een soort van verschillende uitvoeringen. Dus hier zijn we net naar de strandversie een beetje geweest. Stampen, ja. Ja, dan kan je gewoon dingen afhalen meer. Het was echt heel erg lekker. Dus dat hebben we gedaan en we liggen nu nog heel eventjes in de zon. En dan gaan we ons straks klaarmaken. Misschien gaan we zo nog even een hamburgertje of zo halen. En dan hebben we om 8:30 hebben gereserveerd bij Barefoot. En dan gaan we lekker eten. Heel veel zin in. Oh ja, en op elke dag maak ik een vlogje op TikTok. Dus als je dat leuk vindt, kan je dat ook kijken. We zijn van het strand. We gingen net naar de McDonald's. Dat was niet echt een succes, want de pinpas deed het niet. Maar we zijn dus nu even naar de KFC geweest en we hebben even kip gehaald. Dus we hebben even een klein snackje voordat we gaan eten. Waarom lach jij? En we hebben pas om 8:30 gereserveerd, dus dan kunnen we nu nog even lekker eten. Sta ook even. Ja, ook wel. We hebben even kip gehaald. Oké, we hebben net lekker gedoucht. Mijn Dyson Fun werkt hier dus niet. Dus ik hoop dat we zo een andere fun krijgen. Maar we gaan nu even ons opmaken. Want het wordt echt heel snel donker. Dus we gaan nu even ons make-up doen. Ik krijg nu een appje. Oké, we hebben gedoucht en ons klaargemaakt. Het is dus nu al echt heel donker buiten. We wilden foto's gaan maken, maar dat gaat het niet worden. Het is nu 7:30. Dus we hebben over een uur gereserveerd. Dus als we over een half uur zo weggaan. Ja. En ik heb dit roze jurkje aan. Die is van Naked. Zo. Oké, we zijn aangekomen bij het restaurant. Het is echt heel leuk. Het is echt heel cute, romantisch. Echt heel gezellig. En je zit dus aan het strand. Ja, je ziet dus niet de zee. En hier heb je muziek en helemaal gezellige lichtjes. Maar we zitten gewoon echt op het zand. Echt heel cute. En je kan best wel lange mouwen aan in de avond. Ik heb dus nog op het laatste moment mijn jurkje gewisseld. Dat is echt beter dat ik dit aan had. Echt veel beter. En we gaan lekker cocktail drinken. Zie je!
Oh. Lekker. Heel lekker. Wel veel alcohol. Zo. Bon appetit. Het ruikt wel echt lekker. Bon appetit. Ja, wij zijn weer terug. We hadden eerst nog plan om ergens naartoe te gaan, maar oh. Het autorijden ging niet zo soepel bij mij. Het is zo slecht verlicht. Dat is echt niet te doen. Ik ga nu ook opzoeken of je met groot licht mag rijden. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen, maar. Ja. Want het leek wel echt een gewoonte. Alsof iedereen. Ja, groot licht. Ja, wij gaan zo lekker slapen. En dan gaan we morgen. Gaan we dan wel nog even kijken wat we morgen willen doen? Dat ja. Misschien naar het noorden of zuiden. Nou, wij gaan in ieder geval lekker slapen. Dit was de eerste vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!